Met meer dan 300 km per uur reed Rick vorig jaar zijn Lamborghini in de prak. Hiervoor krijgt hij nu 120 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Ook is hij 1,5 jaar zijn rijbewijs kwijt, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk mocht hij weer de fout ingaan. Hij was vorig jaar maart met zijn Lamborghini van 500.000 euro onderweg naar een autoshow in Assen. Een vriend van hem zat ook in de auto, maar ze raakten wonderbaarlijk genoeg allebei niet gewond bij de crash. Tijdens de rechtszaak zei Rick dat hij enorme spijt had dat hij zo hard reed. De officier van justitie noemde zijn rijgedrag asociaal. Van de verzekering kreeg hij niets terug voor de Lambo, die totaal los was. Maar gelukkig kan hij het wel navertellen. Ik ben mijn mooiste auto kwijt, maar ik ben mijn leven rijker. Zo moeten we het positief zien.